Ik sta hier samen met Johan Kenkhuis, voormalig zwemmer. En we staan hier bij het Holland Heinekenhuis. We zijn druk bezig met afbouwen. Johan, hoe heb je het hier gehad? Fantastisch. Het was geweldig om de sport van de andere kant te beleven. Dus echt vanuit de fans, vanuit familie, vanuit supporters. Hier in het Holland Heinekenhuis. En wat ik ook geweldig vond als gastheer zijnde is natuurlijk alle huldigingen meemaken. Maar ook heel veel sporters spreken die teleurstellend hebben gepresteerd. Die dus ook heel teleurgesteld hier aankomen. En daar ga je mee in gesprek. En ja, dan probeer je ze toch een bepaald perspectief weer te plaatsen. Waardoor ze hopelijk weer wat vrolijker het huis uitgaan. Dus ik vond het waanzinnig mooi. Ja, koppel dat voor jou ook terug naar bepaalde momenten uit jouw carrière? Ja, want ik heb twee keer de Olympische Spelen meegemaakt. En ik heb zowel enorme teleurstellingen moeten doorstaan in Sydney bij een diskwalificatie op de 400 meter. Waarbij we dan 3 dagen later wel brons wonnen. En het is zo heftig emotioneel gezien wat er hier allemaal gebeurt. En het vormt je dan ook meteen. En dat zijn hele waardevolle gebeurtenissen eigenlijk. Die de rest van je leven kunnen helpen, wat je ook wil gaan doen. En op het moment van stoppen, hoe was dat voor jou? Nou, bij mij was het wel heel erg duidelijk. Ik had na Athene had ik wel bedacht eigenlijk dat dat mijn laatste spelen zouden zijn. En toen had ik nog eigenlijk 2 jaar dat ik moest studeren. En ik vond het zwemmen eigenlijk nog heel erg leuk om te doen. Maar ik had niet meer zoveel op mijn wensenlijstje staan. Dus ik heb het zwemmen, heb ik, al het moeten heb ik eraf gehaald en al het willen heb ik toegevoegd. En toen kon ik en mijn stages lopen en ik kon mijn EK's en toernooien blijven zwemmen. En ik kon ook al ondertussen oriënteren wat ik daarna wilde gaan doen. En dat is een hele mooie overgangsperiode geweest voor mij. En wat wilde jij graag doen? Nou, ik studeerde commerciële economie aan de Johan Cruijff University. En tijdens die studie had ik al wel een beetje het idee, en ook al wel van huis uit, van mijn ouders, die hadden een eigen zaak, van nou, ik wil wel ondernemer worden uiteindelijk. En media en communicatie en PR, ja, dat is wel een beetje mijn richting. Ik vond tijdens mijn sport, was gefascineerd hoe media werkte. En ik nam dat ook altijd heel erg serieus en onderhield ook alle relaties met alle journalisten goed. En dat vond ik ontzettend leuk en daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. Ik heb een aantal jaren bij een bureau gewerkt en een paar jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen en dat is heel leuk. En als je tips hebt voor sporters die stoppen, wat zou dat zijn? Nou, als je niet... sommige sporters hebben geen andere keuze. Hè. Die raken zwaar geblesseerd en moeten plotseling stoppen. Ja, dan is dat heel moeilijk. Maar ik denk altijd, neem de tijd. Als je er niet over na hebt gedacht wat je zou willen en je stopt. Ja, neem ook de tijd om erover na te denken. Raak niet in de stress van wat moet ik doen en ik moet het nu doen. Want sporters willen altijd meteen actie. Laat het ook een beetje op je afkomen. Laat het gebeuren. Als je wel plant om te stoppen... Plan dat ook goed, weet je. Als je een Olympische Spelen bijvoorbeeld hebt gedaan en je denkt erna over te stoppen, pak het 1 jaartje later. Ga nog door, haal het moeten eraf en voeg het willen toe. Hè? Want sport blijft gewoon echt het leukste beroep wat er is. Er is, ja, nu ook, ik ben 10 jaar gestopt, maar ik kan nog steeds geen leuke beroep bedenken. Dus plan het en ga het combineren op een gegeven moment met andere dingen. Hè. Zet je blik naar buiten, praat met mensen. Je hebt eigenlijk een heel interessant beroep. Want je hebt te maken met commercie, je hebt te maken met media, je hebt te maken met allerlei fysiologische elementen van de sport. Hè? Dus verdiep je ook tijdens je sport in allerlei aspecten rondom je sport. Want dat is eigenlijk al een studie op zich. Dus als je bijvoorbeeld in de media bent, ga eens na van hoe werkt dat nou eigenlijk? Of doe eens een klein cursusje ernaast van hoe je... creatief of effectief leert schrijven of zo, weet je, zodat je tweets en alles ook beter worden. Dus je kan heel veel dingen doen die direct invloed hebben op jouw sport, tijdens je sportcarrière, die ook nog eens heel leuk zijn. En dat is het een beetje. Bereid het voor, plan het, combineer het op een gegeven moment en dan denk ik dat je zo ergens in rolt. Mooi gezegd, dankjewel. Graag gedaan. Succes.